Uh, komt er wat gestamel uit, maar als ik uiteindelijk zeg. Uh, knipselkrant, dan. Uh, nou, zeker de mensen die uh, ietsjes ouder zijn, die, uh, die kunnen zich nog wel herinneren. Hey, Arnoud, uh, 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 welkom hier. Fijn dat je er bent. Uh, jij vertegenwoordigt uh, Media Infogroep. En wat ik zo ontzettend tof vind daaraan is dat jullie. Uh, in dit, dit, ja, dit heftige mediawereldje ja, al gewoon echt ongelooflijk lang bestaan. Dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat een heel groot gedeelte van onze historie bestaat uit verschillende bedrijven die later samengekomen mm -hmm. zijn. Maar klopt, het geeft, het geeft vooral aan dat, uh, dat we best wel wat uh, verandering in het medialandschap hebben overwonnen. Ja. Uh, en dat is iets om trots op te zijn. Nou, dat lijkt me wel, ja. Um, en uh, ja, goed, uiteindelijk uh, hebben we een behoorlijke autoriteit uh, kunnen opbouwen op het gebied van mediamonitoring. Ja. ja, precies. Want jullie zijn ooit begonnen uh, uh, heel mooi. Hebben vroeger uh, nog wel gebruik van gemaakt ook, van uh, de knipseldienst. Ja. Uh, nou ja, dat is natuurlijk intussen is dat allemaal heel anders geworden. Uh, 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 media monitoring en uh, media intelligence. Daar gaan we het over hebben. Wat doen jullie nou daar precies mee? Wat, wat, en voor wie? Ja. Nou, het is wel grappig dat uh, als ik op een feestje sta en uh, ik wil uitleggen wat ik doe, ja. uh, dan uh, komt er wat gestamel uit. Maar als ik uiteindelijk zeg uh, Knipselkrant? Dan uh, nou, zeker de mensen die uh, ietsjes ouder zijn, die, uh, die kunnen u. zich dat nog wel herinneren. <laughs> ja. uh, maar wat wij doen is wij houden eigenlijk voor partijen in de gaten hoe, hoe zij of bepaalde onderwerpen die ze interessant vinden uh, in de media verschijnen. Mm -hmm. uh, en uh, dat betekent dat, uh, het kan op het gebied zijn van uh, van kranten, tijdschriften, maar ook uh, inmiddels uh, uh, alle digitale media, radiotelevisie. Dat wij het dat heeft, in de gaten. Dat zit een beetje uh, omgekeerd wat dat betreft. Ja. Omdat je gewoon invloed uitoefent op hoe mensen dan naar voren komen. Wij, of wij daar ja? invloed op uitoefenen? Nee, nee wij, doen, wij, wij zijn echt puur uh, objectief. Dus wij, mm -hmm. wij uh, knippen, zoals we dat nog steeds noemen, uh, wat voldoet aan de zoekvraag van de klant. Mm -hmm. En dat is wat we aan de klanten leveren uh, in een uh, mooi portaal. Ja. Uh, en wij geven daar verder geen duiding aan. Uh, dus het gaat, en dan komt het media intelligence gedeelte. Precies. Wij zorgen er wel voor uh, dat de data die achter die berichtgeving zit, dat, dat, we dat, dat we dat in kaart kunnen brengen. Ja, waardoor je in feite daarmee je koers kunt bepalen of een verandering kunt aanbrengen in datgene of op Precies. de manier waarop je uh, bijvoorbeeld in het nieuws uh, uh, ja. tevoorschijn komt. Ja, als er een bepaald PR-beleid is bij een bedrijf. Uh, en ze hebben dat allemaal uitgedacht en ze gaan volgens actief <coughs> de media opzoeken. Uh, dan is het handig dat je volgens op basis van de berichtgeving die het ook daadwerkelijk over je bedrijf is geweest, mm -hmm. dat je dan kan bepalen: Joh, is dit succesvol geweest? Ja, en daar bieden wij de tools voor. Hey, uh, wat voor klanten uh, werk je dan voor? Heel divers. Uh, eigenlijk van, uh, het simpelste vorm is, uh, en dat bedoel ik uh, in alle positiefheid uh, yeah. die er is, maar de simpelste vorm is eigenlijk een PR-bureau die klant heeft, uh, die uh, een nieuw product lanceert, uh, daar persberichten voor uitstuurt en allerlei andere uh, activiteiten voor ontplooit. Uh, uh, yeah. uh, om vervolgens terug te kunnen koppelen aan het PR-bureau uh, wat dat heeft opgeleverd in, uh, in termen van aantal artikelen, mediawaarde, bereik, etcetera. cetera. Dus dat is één kant. Uh, uh, tot aan uh, bijvoorbeeld een, uh, een Europees parlement. Uh, die wil weten hoe er geschreven wordt over bepaalde uh, beleidsonderwerpen. Uh, ja. En dat koppelen we dan ook terug. Grote klant, denk ik, of niet? Dat is een hele grote klant. Ja. Uh, daar zijn we ook heel blij mee. Uh, maar, maar uiteindelijk maakt het ons niet uit. We hebben een hele diversiteit aan, uh, aan klanten. Um, en dat is inderdaad van het kleine PR-bureau of de één pitter. Ja. Tot aan een Europees parlement. En dat maakt het ook zo leuk. Ja, dat begrijp ik. Hey, en uh, hoe ziet uh, de toekomst eruit? Want uh, we hadden het net al even over jullie bestaan. Al, hoe, lang, hoe lang bestaan jullie? Ja, ik krijg daar uh, op kantoor: uh, beginnen ze weer. Van, maar meer dan 100 jaar? Meer dan altijd. Nou ja, het, het uniek. Ja. Uh, in, in die 100 jaar, of ruim 100 jaar, zijn heel veel dingen veranderd. Uh, en ver, dingen veranderen natuurlijk nog steeds. Klopt. Ja. Dus... Uh, uh, Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat, ja. wat gebeurt er bij jullie wat, en wat voor visie heb je op, uh, op de toekomst? Ja, nou, we, we zijn ook wel trots op dat we 100 jaar. Dus we lachen er af en toe wel om van het is 100 jaar. Uh, maar uh, het geeft wel aan dat wij in staat zijn geweest om constant mee te bewegen. Precies. Uh, want het medialandschap is behoorlijk uh, veranderd. Uh, waar we voorheen uh, op de keukentafel de kranten knipten. Uh, en dat in een envelop gingen naar de klant ging. Ja. Uh, is dat tegenwoordig natuurlijk helemaal digitaal. Uh, maar los van kranten, want dat is nog redelijk eenvoudig. Uh, hebben we natuurlijk ook digitale media. Elke dag, komen Heel er weer, snel ja, elke dag komen er websites en blogs bij en de klanten verwachten wel dat we alles weten. Ja. Um, en wat je nu steeds meer ziet is dat, dat uh, de trend is dat het van het enkele artikel, uh, dat het steeds meer gaat naar de data achter het totaal. Omdat het gewoon niet meer te bevatten is. Uh, um, er wordt zoveel gepubliceerd dat wij moeten ze helpen om uh, wegwijs te worden in, in, in het grote geheel. Ja. Uh, dat is onze grootste uitdaging. Uh, vandaar ook het Media Intelligence, wat we voor een gedeelte geautomatiseerd kunnen doen. Maar uiteindelijk hebben uh, we ook een hele grote club met uh, analisten hebben zitten die onze klanten daarbij helpen. Uh, mensenwerk blijft nog steeds uh, het belangrijkste. Ja, mooi trouwens. Ja, absoluut. Ja. Ja, en, en, en we proberen ook gebruik te maken van, uh, van nieuwe technologie. Uh, dus uh, ja, artificial, uh, artificial intelligence is natuurlijk een van de zaken. En ik denk dat zo'n zo chat GPT heeft geholpen om dat allemaal wat meer beelden te krijgen voor de mensen. Maar ja. daar zijn we ook mee bezig. Het is wel grappig. Dat je zegt, je werkt met heel veel uh, analisten, heel veel uh, mensen die daar dan juist mee aan de slag zijn. Dus dat betekent uh, waar mensen zo enorm bang voor zijn dat uh, AI uh, uh, hun banen gaat afpikken. Dat is uh, in, zeker bij jullie uh, niet aan de orde. Nee, nee. Wat, nee. Uh, dat, en dat is, uh, je zou zeggen dat tegenwoordig computers ook wel die artikelen kunnen selecteren. En dat kan ook voor een groot gedeelte. Alleen wij hebben altijd nog mensen nodig die ervoor zorgen dat, uh, dat we de ruis, zoals we dat noemen, dus de artikelen die wel voldoen aan de zoekopdracht, als je puur puur daarnaar mm -hmm. kijkt. Yeah. Maar niet in de context zoals de klant het wil. Uh, daar zorgen nog altijd mensen voor dat ze uiteindelijk de laatste selectie maken. En dat geldt bij, bij analysewerken ook. Uh, op het moment dat je een briefing krijgt van de klant, mm -hmm. die heel specifiek is, is het bijna onmogelijk, vinden wij, denken wij, tot nu toe. Om dat door computers te laten overnemen. Dus mensen blijft heel belangrijk. En hoeveel mensen werken jullie eigenlijk? Uh, wij hebben in totaal 125 man in dienst. Um, en uh, de, ja, die zitten voor een groot gedeelte in Almere. Uh, we hebben ook een gedeelte uh, in Jakarta zitten. En dat heeft ook weer te maken met uh, de snelheid waarmee we dingen moeten doen. En het tijdverschil met uh, Indonesië is in ons voordeel. Ja. Dus als de kranten hier s'nachts zakken, om het zo maar eens te noemen, ja. dan kunnen ze in Indonesië aan het werk. Uh, en dat zorgt ervoor dat onze klanten ochtends vroeg voordat ze op kantoor zijn, eigenlijk al. Uh, de, de, de selectie van wat ja. ze hebben ontvangen. Ongelooflijk. Ja. Uh, er verandert veel. Is er, zou je ook kunnen zeggen dat er heel veel gelijk is gebleven? Ja, de basis van het werk is nog steeds ja. hetzelfde. Hè? Ja, hè? Uh, de knipselkrant uh, is eigenlijk feitelijk nog steeds uh, wat ons grootste product is. Het is toch prachtig eigenlijk? Ja. 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 Uh, door, de, door de enorme toename aan, aan uh, digitale uitingen. Uh, krijg je natuurlijk ook een enorme versnippering van, van aandacht? Uh, is dat iets waar, uh, waar wat jullie ook terugkrijgen van jullie klanten? Dat, dat het moeilijker wordt om, uh, ja, eigenlijk om je een, een vaste boodschap uh, te verspreiden. Ja. Ja, nou goed, kijk, sowieso vanuit de klantzijde wordt het natuurlijk uh, heel divers uh, uh, gezonden, zeg maar, om het ja. zo zeg maar eens te, te zeggen. En dat betekent ook dat wij, wij ook uh, divers moeten monitoren, dus alle media moeten meenemen om een goed beeld te geven. Uh, we proberen wel altijd heel duidelijk voor ogen te houden dat we alleen maar uh, betrouwbare nieuwsbronnen monitoren. Mm -hmm. uh, dat is ook wat men van ons mag verwachten. Uh, maar het is, gewoon, het, is gewoon hele, het is gewoon heel complex. Ja. Ik vind het wel echt heel mooi. Ik het, vooral dat het, dat het eigenlijk. Uh, uh, dat er, nou ja, dat, wat ik net al zei, dat er zoveel uh, is veranderd in, in 100 jaar of meer. Uh, en dat er eigenlijk ook zoveel gelijk is gebleven, denk je dat er nog uh, in de nabije toekomst enorme veranderingen op stapel staan? Of zeg je van nou, over 100 jaar bestaan wij nog steeds? En uh, dan doen we eigenlijk in de basis nog steeds hetzelfde. Ja, Ik denk dat we in de basis nog steeds hetzelfde doen, uh, alleen denk dat door technologie kunnen we wel nog meer werk uit handen nemen van, uh, van de klant. He, dus als het gaat om, uh, wij maken voor uh, partijen dagelijkse nieuwsoverzichten, mm -hmm. samenvattingen, nou, dat, daar kan de technologie bij helpen. He, als wij betrouwbare bronnen in uh, bijvoorbeeld een, een chat GPT stoppen, ja. dan uh, komt daar in principe ook betrouwbare uh, data uit mm -hmm. of een betrouwbaar, een betrouwbaar stuk. Uh, daar kunnen we ze mee helpen, maar de kern is nog steeds uh, het monitoren: het, het knippen van kranten, het, uh, het scrapen van, uh, van websites en zorgen dat je de juiste artikelen bij de klant krijgt. Ik vind het echt beeldschoon. Ja. Uh, Arnert, ik wil dan eigenlijk besluiten met uh, jullie uh, heel veel uh, succes te wensen in de komende 100 jaar. <laughs> dankjewel. Dankjewel.